Zo maakte hij bijvoorbeeld voor Veronica het programma De Heilige Koe. Toen RTL in 1990 de rechten voor de Formule 1 aankocht, was hij dé aangewezen man om dit spektakel van commentaar te voorzien. Eigenlijk is het zo dat ik vanaf het begin af aan, en dat klinkt soms een beetje eng, weet je, maar het is een soort doel van mij om meer mensen te interesseren voor de Formule 1. Dus wat ik in de beginjaren bij RTL gedaan heb, nam ik Freddy Thies en Henri Roemer en René Oosterman en Huib Boermans. Die nam ik gewoon af en toe mee naar een Grand Prix zo. En dan bijna aan de hand, Frits Barend is ook wel eens mee geweest en Henk van Dorp is ook wel eens mee geweest. En dan nam ik ze mee en dan liet ik ze zien hoe het nou werkelijk aan de binnenkant in elkaar zat. En op het moment dat iemand dat weet, kijken ze met hele andere ogen naar die sport. De meeste mensen denken alleen van, ja, Formule 1 is stomme rondjes rijden met een auto en het is geen fysieke inspanning. Nou, niks is minder waar, maar je moet dat wel een keer echt gezien hebben. En op het moment dat je Formule 1 auto gezien, gehoord en geroken hebt, is het nooit meer hetzelfde. 1 mei 1994, 14 uur 27. 3 minuten voor 2:30 was het volgens mij. Dat is een van de raarste dingen die ik ooit heb moeten doen op televisiegebied. En ik heb daar ook discussies over gehad met toenmalig chef sport Henk Terlinge. Die niet lang daarna overleed. Ik heb hele heftige discussies met Henk over gehad. Over hoe dat in beeld gebracht werd. Ik heb het dodelijk ongeval tijdens de grote prijs van Imola. Waar Ayrton Senna zich doodrijdt. Ook een omslagpunt in Grand Prix. Want ineens had de slager op de hoek had een mening over een Grand Prix. En die wist wie Senna was. En toen is het echt heel, voor mij heel erg naar boven gekomen. Maar ik word daar naartoe gestuurd als televisiecommentator van een wedstrijd. En de Italianen brachten dat allemaal in beeld op een manier dat je niks anders kon dan dat je... Ik was uiteindelijk ineens bezig een levensreddende operatie soorten met live te verslaan. Want die mannen lieten gewoon bijna alles zien. Ik zei, ja, hier leest hij nog eens hoofd, beweegt. Kijk, wacht eens op professor Sid Watkins. U ziet de brandweerman aan de rechterzijde. Ik heb dat niet vaak teruggezien. Het gaat van 340 km/u. Heel veel mensen hebben mij gevraagd waarom die man er nu niks doet. Is bewusteloos. Alleen de dokter, Williams. Verder niemand. Er kan nu niemand wat doen. Ik ben goed bevriend met Senna. We vierden kerst samen. Hij heeft geen kinderen. We waren heel veel samen. Ik heb een keer een interview nog gehad met hem in Hongarije. Het moet voor die man een drama geweest zijn. Bijna het gevoel van een vader die gewoon zijn eigen kind aan het redden is. Man in het rode pak. Ik heb daar best... Ik had er best een tijdje voor nodig gehad voor ik dat in mijn kop kwijt was. Want Senna was de beste coureur ter wereld. En dat zijn man zich doodrijdt nadat een dag eerder al Ronald Ratzenberger was overleden. Waar ze hetzelfde deden, daar werd in den treuren werd er een slow-mo van die man vertoond. Waarbij je bij het laatste stukje snelheid wat er in die auto zag, dat hoofd zo van links naar rechts zag vallen als het echt gewoon van een lappen pop. Die hele zijkant van die auto lag eruit, daar kon je zo... Je keek zo de binnenkant van die auto in. Dan denk ik, ja, die dingen, en dat is tegenwoordig ook veranderd. Hè? Regie op een circuit krijgt opdracht bij een ongeval om verder weg te blijven. Je ziet tegenwoordig ook dat mensen de doeken bij hebben, dat niet iedereen maar kan zien wat daar gebeurt. En ik heb eigenlijk sinds dat moment, heb ik altijd als een ongeluk geweest is in de Grand Prix, ga ik altijd een dag later of dezelfde dag nog naar de circuitdokter om te vragen wat hij doet en wat hij gedaan heeft. En dat is een soort bij mij nu ingebakken, dat als ze me ooit nog eens een keer met zoiets confronteren, dat ik weet wat ze aan het doen zijn. Want wat kan je nou alleen maar op? Ik wist, op het moment dat ik die dingen zag, ik wist gewoon, die man is dood. Maar dat is het irritante. Ik kan pas roepen dat hij dood is. Als iemand mij een briefje geeft, dat hij dood is.